Hé, hey, coach. Wie nou weer, Ari? Dit is nieuw. Ari is uitvinder geworden. Prut in de box. Compost. Kwaliteitscompost. Ja, prut in de box. Dit is gewoon puur compost. Dit wordt een harde bodem. En is dit of zit land weer? Ja, maar ze trappen hier ook wel van weg waarschijnlijk. Ja, daar zit hier natuurlijk een rand achter. Ja, ja. Zo, snap je? Ja, ja. Je hoort erachter zo. En dan loopt het schuin op. Dus die koeien, die kruipen ook niet naar voren. Omdat het schuin ligt. Ja. De voordelen van een zandbox eigenlijk. De koe ligt eigenlijk, ja. Maar een zandbox, een zand voegt niks toe aan het mistwaarde. Compost wel. Dit gaat niet bezinken, denk je? Nee. Blijft, je hebt veel minder nodig als zaagsel. Het kost precies evenveel als zaagsel, alleen je verbruikt veel minder. Ja. Compost blijft gratis op zaterdag. Ja, dat is de verkeerde compost. Het broeit erover. Man. Het stinkt ook. Ik ben even in die auto geweest. Nou, daar wil je niet in zitten hoor. En we gooien er nou een laagje stro overheen of niet? Nee. Ja, niet. Dit wil ik dan. Dit is een relaxbox, een nieuwe type diepstrosselbox. Heeft een aantal voordelen. A. Alle bewegingsvrijheid voor de koe. Kop kan alle kanten op. Hij blijft altijd heel recht liggen. De diepstrosselbox, de voordelen daarvan kennen we. Alleen in het verleden was het zo. Ja, het zaagsel wordt al duurder, dus het is misschien. Op dit moment is het een vraagteken. Moeten we daarmee doorgaan? Nu hebben we compost, kwaliteitscompost, de vervanger van het zaagsel. Precies even duur in aanschaf, maar in gebruik de helft goedkoper. Omdat je de helft minder nodig hebt. Er ontstaat een bed in de lichtbox. Dus die koe die ligt als het ware gewoon op een harde compostlaag. Is bijna hetzelfde als in het land. We proberen na te bootsen. De koe moet ruimte hebben. De koe blijft keurig in deze type box. Blijft die keurig recht liggen. Dus de minste vervuiling gaat niet scheef liggen. Geen dikke hakken. En de box heeft als voordeel. Weinig ijzer is. Dus hij is goedkoper aanschaf. Ja, het is niet zo dik ijzer, of is het wel sterk ijzer? Kijk, waarom zijn alle boksen in de loop der jaren dikker geworden? Omdat er al heel veel pijpen en ijzer aan zit. Die koe komt aan alle kanten, douwt hij tegen de boks aan. Dan moet je hem al sterker maken. De box zit, de zwevende box, de conventionele zwevende box zit aan de voorkant op twee pijpen vast. De koe wordt groter, dus de schoffel moet naar voren. Dat geeft allemaal problemen. Als je de schoen gewoon naar voren gaat zetten, moet hij eigenlijk ook omhoog. Maar dat kan niet bij een traditionele box. Maar deze box, als je schoen naar voren gaat, gaat hij ook omhoog. Bij al die ouderwetse boxen, om ze zo te noemen tussen aanhalingstekens, is het zo dat die koe zit er altijd tegenaan. Pijpen moeten dikker, we hebben al meer ijzer nodig. Daar wil ik vanaf. We moeten zo weinig mogelijk ijzer hebben. Het enige wat die koe moet doen, is op de goede plek gaan liggen. Recht. En alle ruimte hebben. Heb je in principe geen ijzer voor nodig. In het land ligt die ook. En heb je ook geen ijzer nodig. In de stal moeten we dat creëren. We moeten meer comfort voor de koe creëren. Ja, maar dat kan toch ook met die moderne glasfiberboxen die je nu... Dat zou kunnen. Met een glasfiberbox. Dat is dus ook al een teken dat er iets aan de hand was in de markt. Ze proberen iets, een vervangende box te verzinnen. De glasfiberbox is in principe een goed alternatief. Alleen, hij is twee keer zo duur als een normale, traditionele box. En dat willen we in deze recessietijd natuurlijk niet. Dus we gaan stappen over op een hele eenvoudige box. Die sterk genoeg is. En wat voor de koe het meeste comfort biedt. Wat kost die plusminus per box? Deze box kost ongeveer plusminus 80 euro per stand. Ongemonteerd. Ongemonteerd, maar compleet met alle bouten, moeren, klemmen, alles erop en eraan.